We zijn weer terug, nu met Ron Hermes. Goedenavond. Ron, ja, gezellig dat je erbij bent. Ja, nou, het kon nog net, voor het sluiten van de markt. Jij bent begonnen met iets nieuws voor Moergestel TV. Kun je daar iets over vertellen? Ja, we gaan beginnen in het volgende jaar. Maar ja, dat is morgen al, dus het schiet al op. Hè. Maar we zijn in het nieuwe jaar van plan om de afsluiting van de uitzendingen, de tv-uitzendingen van MTV, iets anders te gaan doen. Dus ik ben nu gewend dat we beginnen en eindigen met foto's. Mm. En we willen eigenlijk iets meer gaan doen met gedichten. Met verhalen die, of eigenlijk gedichten die in het verleden gemaakt zijn door, nou ja, zeg maar de grote drie van Moergestel noemen ze wel eens gekscherend. En dan praten we over Harry van Haren of Harry van der Klaren. Over Jacques Stroeken, Jodocus en Nelis op het Hoog. Dat zijn er drie die denk iedereen in Moergestel wel kent als mensen die inderdaad, die kwam je hier en daar wel tegen. Soms vroeger nog in de Gerselsen en soms ook nog als je naar de galerie gaat, dan zie je ook nog dat er links en rechts wat dingen hangen. En we vonden het eigenlijk wel een leuk idee om te kijken van, is het leuk om zo'n uitzending af te sluiten met een gedicht? En op basis daarvan zijn we eens een beetje gaan bladeren. En ik zeg ik, maar we zijn in dit geval Jos Denissen, ik zei de gek, en Hans van Brunschot, die we gebruikt hebben voor het maken van de opnames en het maken ook van de bijpassende sfeerbeelden. Oké, dus die opnames worden gemaakt en iemand leest die gedichten voor? Ja, vooralsnog lezen Jos en ik hebben ze voorgelezen, gewoon de eerste serie. Ja. En we zijn benieuwd hoe dat overkomt en ja, ook een beetje kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Maak je zelf ook gedichten? Nee ik lees ze voor en daar ik kan verder niet komen tot gedichten, maar ik lees ze graag voor. En ik vind het ook heel erg mooi om te lezen, om af en toe te zien hoe mensen met taal kunnen spelen. En dan zie je ook eigenlijk dat het tijdloos is, want het kan niet zijn een gedicht wat al 50 jaar geleden geschreven is. Ja. Maar ze zijn heel vaak nog steeds tijdloos. Oh, geweldig. Ja. En hoe ging dat, die opnames? Dat ging wel goed. Ja, we hebben met name de eerste opnames die we gemaakt hebben, is echt hier in de omgeving, bij de kerk en dergelijke. En dat ging eigenlijk allemaal prima, tot op het moment dat ik om 10:50 zei van, oh ja, dit stukje doen we nog heel even opnieuw. En toen begon de kerktoren te luiden, want toen bleken er drie mensen te zijn overleden. Oh, en toen hebben we tot 11:30 zitten wachten tot het luiden van de kerktoren weer voorbij was. Maar voor de rest ging het allemaal heel goed. Ja, we hebben een filmpje over het maken van die opnames. Ja. En daar gaan we nu even naar kijken. De toren. Toren, je bent ons schoonste bezit. Wijd en zijd ben je bekend. Wie jou heeft zien staan, die stond er meteen van versteld. Oude toren, fiere toren, uitkijkend over het Brabantse land. Aan jou heb ik mijn hart verpand. Ik zou toch wel Geren in het bos willen wonen. Zo heerlijk ontwaken bij de vrolijke tonen. Van vogels van allerlei klanken en kleuren. Die zingen in de hoop dat de vrouwkes dan heuren. Ik zie me al zitten, voor het huis op een bankske, of wandelen in het bos door een erg smal gengske. Dit belooft wat. Ja, het is wel mooi. Dat is het voordeel als je Hans meeneemt. Dat je niet alleen leuke teksten krijgt en zo, maar dat je er ook altijd mooie plaatjes bij krijgt. Ja, en wanneer beginnen we hiermee? Wat ik begrepen heb is dat we over 14 dagen ongeveer, dus zeg maar half januari, gaan beginnen met de eerste uitzending. Ja. En dan gaan we het eerste blok doen wat we nu opgenomen hebben. Ja, en je noemde al een drietal dichters uit Moergestel. Stel dat je door de voorraad heen bent, zoek je nog andere dichters? Ja, zeker wel. Dat is eigenlijk wel hetgeen waar we naar op zoek zijn. Want we hebben eigenlijk gezegd, nou, we putten uit het verleden van wat er gezien is. Ja. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer mensen die leuke dingen hebben geschreven over of vroeger of over Moergestel of een combinatie van vroeger in Moergestel. Ja. Maar we zouden het ook heel leuk vinden als er mensen uit Moergestel zijn die zeggen, ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk om een vorm van rijmelarij naar voren te brengen. En nog leuker als mensen het dan ook zelf naar voren zouden willen brengen. Oh, ja, dat... Want dan hebben we en iemand die het schrijft en iemand die het dan ook eventueel ook nog zelf naar voren wil brengen. Ja. Het is toch altijd mooier uit de mond van de schrijver dan uit de mond van iemand die het maar voorleest. En stel dat iemand nu kijkt en denkt, ik heb iets. Ja. Waar kan die het naartoe sturen? Of... Er is altijd het bekende e-mailadres van Moergestel TV. Van Moergestel TV. Ja. En daar kan iedereen zich altijd aanmelden. Helemaal goed. Ron, hartelijk bedankt. Graag gedaan en dankjewel dat ik er mocht zijn. Ja.